Lifesaving is de enige sport waar daadwerkelijk mensenlevens mee worden gered. Dat maakt het wel echt uniek. Kun je iets meer vertellen over Remel en zijn eten en drinken? Ja, dat kan ik. Deze sport is ook gewoon heel erg geschikt om te blijven doen, je leven lang. Remel, wat ben je aan het doen? Ik ben aan het trainen voor het Europees Kampioenschap Lifesaving voor Masters. I just need a reason. I just need to know what's on your mind. Tell me what you need. You can call my name, I'll be around. Wat houdt dat in, het EK Masters? Dat houdt in dat er tijdens een officieel Europees kampioenschap, waar ook de echte kanonnen in de open categorie meedoen, ook wedstrijden georganiseerd worden voor oudere wedstrijdsporters vanaf 30 jaar tot en met zo oud als dat er deelnemers zijn. En daar valt ook gewoon goud, zilver en brons mee te winnen. Wanneer ben je hiermee begonnen? Je kan beter vragen wanneer hou je er weer mee op. Want het is echt ontzettend leuk om te doen. Maar ik ben in 2015 voor het eerst een keer gaan meedoen buiten mededinging aan een Nederlands kampioenschap beachrun. Ik was in die tijd directeur van Reddingsbrigade Nederland en wij zouden het jaar daarop het wereldkampioenschap lifesaving voor het eerst een keer in Nederland gaan organiseren. En ik werd uitgedaagd door de nationale ploeg om daar niet als bobo langs de kant te gaan staan, maar ook serieus mee te doen. Dus ik dacht, ik ga het gewoon eens even proberen en dat is me heel erg goed bevallen. Wie heeft je toen zover gekregen om mee te gaan doen? Nou ja, de nationale ploeg als geheel. Lifesaving sport kreeg in die tijd best veel aandacht bij Reddingsbrigade in Nederland. Een van de stille krachten erachter was vooral Robert Hendricks, die overigens nog steeds lid is van de nationale ploeg. Hoe liep dat toernooi af? Nou, het was sowieso een geweldig toernooi in Noordwijk en Eindhoven. Bijna 3 weken lang met meer dan 5000 deelnemers uit 50 landen. Het is echt een geweldig groot evenement en ook heel gezellig. Ik heb zelf meegedaan aan de 2 kilometer beachrun in de leeftijdscategorie 45 tot 49 jaar. Ben daar wat mij betreft keurig in de middenmoot geëindigd op de 17e plek. Was daar zelf content mee, maar mijn jongste zoon van een jaartje of 5 in die tijd, die kwam heel boos na de finish naar me toe. Papa, waarom heb je niet gewonnen? Je bent nog wel de baas. Die vond dat ik het goede voorbeeld had moeten geven door ook te winnen. Leg dat maar eens uit. We zijn nu 8 jaar verder. En je traint nog steeds? Ja, dat klopt. Ik was zoveel fitter geworden. Dat was heel prettig. Na jarenlang nauwelijks meer kunnen sporten. Ik had ook veel minder pijntjes. En mijn vrouw was ook wel blij met de transformatie die ik heb doorgemaakt. Dus ik ben er weer doorgegaan. En ja, dacht ook wel een beetje van als ik met deze inspanning 17e kan worden, dan kan ik met net even iets meer doen. Misschien ook nog een keer een medaille winnen. En ja, toen was het hek van de Dam. I just need to know what's on. Tell me what you need. You can call my name, I'll be around. Dus je bent Robert en de nationale ploeg nog steeds dankbaar? Ja, absoluut. Ik merk dat het helpt als ik zelf sport om ook mijn kinderen en mensen uit mijn omgeving aan het sporten te krijgen en te houden. Goed voorbeeld doet toch goed volgen. Het is zeker ook leuk om bij al die toernooien weer veel oude mensen, oude bekenden tegen te komen. Inclusief Robert, die nog steeds actief is.
Waar zijn we en wat gebeurt hier? Ja, we zijn vandaag in Blankenbergen in België en daar doen we de Europese kampioenschappen lifesaving voor masters. Dus dat is voor iedereen vanaf een jaar of 30 in categorieën van 5 jaar tot 100. En dan doen we vandaag en gisteren doen we allerlei onderdelen op het strand. Dus we gaan sprinten over het strand. We gaan met een soort surfplank gaan we om een boeienparcours varen. We gaan een rondje zwemmen om een boeien heen. We gaan met een soort kajak gaan we het water over. En nog combinatieonderdelen ervan. En natuurlijk nog estafettes waarin we met ons team proberen de gouden medaille te winnen. Wat betekent het om als oudere sporter nog aan deze wedstrijden mee te doen? En wat moet je ervoor over hebben om ook nog eens medailles te winnen? Nou, dat verschilt echt wel per leeftijdscategorie en per onderdeel. Bij de oudste leeftijdscategorieën, daar is het vooral belangrijk dat je fit genoeg bent om überhaupt te finishen. Maar ja, zelfs bij sporters lifesaving, waar mensen ook gewoon de zee in gaan, dan moet je dat nog steeds maar wel kunnen doen. Je moet de conditie en de kracht hebben om dat te kunnen. Het is nog steeds een prestatie. En bij de jongere categorieën, ja, daar zitten nog echt wel fanatiekelingen tussen, zoals ik zelf. En dan zou je echt eigenlijk moeten leven als een topsporter om kans te maken op een medaille. En daar veel voor moeten doen, maar ook veel voor moeten laten om op het podium terecht te komen. Raymond van Maurik werd, met een dubbele longontsteking, geboren op 11 november 1968 in Wageningen. De eerste maanden was zijn familie in afwachting of Raymond in het ziekenhuis zou herstellen. Ondanks de ongelukkige start bleek Raymond al jong sportief. Vooral op het voetbalveld waar hij prijzen behaalde en kampioenschappen won. Op zijn 17e ging Raymond in militaire dienst. Daar viel hij op door zijn hardlooptalent waar hij militaire wedstrijden mee won. Opnieuw pech toen Raymond op zijn 18e, na een ongeval, met een zware blessure uit dienst ging. Na jaren revalidatie zaten voetbal en topsport er niet meer in en richtte hij zich op diverse andere sporten en activiteiten. De zee was daarbij echter nooit ver weg. Werk en een jong gezin gingen uiteindelijk hun tol eisen en Raymond kreeg, mede als gevolg hiervan, een flinke toename in gewicht en steeds meer blessures, waaronder een chronische hernia. En toen werd hij in 2015 door het Nederlands Lifesaving Team uitgedaagd om mee te doen aan het WK van 2016. Hoe ging dat toen? Want je was natuurlijk niet zomaar van je blessures af. Nee, dat klopt. Kijk, op deze leeftijd heeft iedereen wel wat, zal ik maar zeggen. In mijn geval was de grootste uitdaging een chronische hernia, waar ik echt al heel veel jaren last van had, waardoor ik dacht dat ik eigenlijk geen sporten meer kon doen. Totdat ik een wat onorthodoxe orthopedische chirurg tegenkwam, die zei, het is maar pijn die je nu voelt, maar er is wat aan te doen. Maar het betekent wel dat je je leefstijl moet veranderen en dat je moet gaan hoepelen. Pardon? Hoepelen? Ja, hoepelen. Dat was vooral bedoeld om die rug flexibel te krijgen. Naast krachttraining en koortraining om alles op zijn plek te houden. Maar hij gaf me letterlijk ter plekke een verzwaarde hoepel in zijn portuig en zei, begin meteen maar. Ja, dat was een ramp, want ik kon helemaal niet hoepelen. Dus bij één rondje viel dat ding op de grond. Hij zei, ga maar oefenen. Als je wat wil, dan moet je wat. Dus dat ben ik gaan doen. En na een paar weken kon ik hem al een minuutje in de lucht houden. En weer een paar weken verder 10 minuten, toen 20 minuten. En ik zou bijna zeggen, inmiddels kan ik meedoen aan Holland's Got Talent met een hoepel. Want dat lukt nu heel goed. En het werkt inderdaad ook nog eens een keer. Die chronische problemen waren niet de enige? Nee, dat was het eerste probleem. Toen dat wat beter ging, kon ik aan de volgende gaan werken. Dat was een zwabberbeen, wat ik een beetje overgehouden heb aan een ongeluk in militaire dienst. Waardoor ik eigenlijk niet meer dan een kilometer achter elkaar kon hardlopen. Terwijl ik vroeger echt flinke afstanden met veel plezier hardliep. Maar ook door de gerichte oefeningen daar weer voor en volhouden, kon ik uiteindelijk steeds verder gaan lopen. En uiteindelijk ook weer mijn ouderwetse afstanden gaan lopen. Niet helemaal meer dezelfde tijden, maar toch stukken beter dan ik gewend was. Uiteindelijk leidde dat allebei toe dat ik 25 kilo afviel per saldo. Iets meer vet eraf en iets meer spiermassa erbij. En dat ik uiteindelijk zo fit weer ben geworden als dat ik nu ben. Voedingspatroon, ook niet onbelangrijk, dat moet je ook gaan veranderen. Ja, dat klopt. Als je op een gegeven moment ook echt serieus wil meegaan doen om de prijs en sowieso om fitter te worden, dan zal je echt op je voeding moeten letten.
En ik schrok eigenlijk van wat ik gewend was geraakt om te eten aan ongezonde zaken. Dus ik heb op een goed moment echt een waslijst aan alcohol en suikers en vette troep eigenlijk tot een minimum teruggebracht of helemaal afgebouwd. Maar er kwamen ook alweer hele lekkere, gezonde dingen voor terug. Zoals ook bijvoorbeeld mijn ontbijtje. Wat vindt je gezin van jouw nieuwe levenswijze? Nou, volgens mij vinden ze het wel leuk. Ik vind het in ieder geval heel leuk dat ze me daarin enorm supporten. Het vraagt natuurlijk ook wel wat van hun af en toe. Maar ja, ze hebben er wel een fittere vader voor terug. Die ook wat meer energie heeft om te kunnen spelen en sporten met ze. Toen ik 6, 7 jaar oud was, begon mijn vader weer fanatiek met sporten. Met mijn vader schaak ik bijvoorbeeld vaak. En vroeger pingpongde ik ook best wel veel met hem. En daar was hij redelijk goed in, dus dat is een beetje jammer. Dat vind ik natuurlijk superleuk. Ook om met mijn kinderen nog een beetje te kunnen sporten en ze bij te kunnen houden. Het wordt steeds lastiger, maar we doen ons best. En daarbij helpt natuurlijk dat je zelf sportief bent. Dus dat is alleen maar hartstikke leuk. Wat vind je ervan dat hij zo sportief is? Ik vind dat te gek. Waarom? Ik hou zelf sowieso enorm van sporten en bewegen. Dus het is fijn dat ik een partner heb getroffen die dat ook enorm leuk vindt. Ik merk dat hij heel fit is. Dus even los van dat het heel leuk is dat hij een mooi en goed lijf heeft. Merk ik ook dat hij mentaal heel fit is doordat hij veel sport. En ik vind het leuk voor de kinderen ook dat ze een vader hebben die gewoon intensief sport. Als ik 's ochtends om 8 uur weg naar school ga, zit mijn vader al in de sportkamer lekker te sporten. En dan meestal kom ik met een paar vrienden hier terug in de pauze rond 1 uurtje of 10, 11. En dan zit hij nog steeds heel gefocust te sporten. En dat houdt hij al een tijdje vol. Dus vind ik supergoed en leuk om te zien hoe hij dat doet. Ja, mijn vader is soms zo fanatiek dat hij niet eens meer met ons wil sporten, omdat hij dan zo bang is dat hij geblesseerd raakt. Maar eigenlijk denk ik dat hij vooral bang is om van ons te verliezen. Wat is er thuis veranderd sinds hij die sportfanatiek is gaan beoefenen? Één, hij is er veel mee bezig, dus het kost ook tijd. En dat zie je, hij besteedt daar tijd aan. En wij besteden daardoor er ook meer tijd aan. Ik merk dat hij, en ik denk vooral dat het met het mentale stuk te maken heeft, veel meer kan hebben. Dus door de dag heen veel actiever is, productiever is, gewoon ontzettend veel aan kan. Dus ook als het gaat over de werkhoeveelheid die hij soms heeft. En hij zoekt ook gewoon het plezier en het bewegen met de jongens op. Dat is ook heel leuk om te zien. Oef. Jij bent zelf ook een soort master, heel sportief, maar ook master. Vertel. Nou, ik ben toevallig een master geweest eigenlijk. Ik heb heel mijn leven gehockeyd, 35 jaar. 15 jaar ook dames 1, redelijk hoog niveau. En ik wilde eigenlijk altijd nog een keer meedoen met dat toernooi. Dat betekent dat je in een Nederlands elftal zit, in mijn geval voor toen 40 jaar en ouder. Dat was in 2019 in Rotterdam, dus dat was perfect voor ons in de buurt. Toen trainde ik op Rotterdam en in Amsterdam op Pinoquet. En toen heb ik dat toernooi meegespeeld. Wat heeft sporten op dit niveau je tot nu toe gebracht? Nou, sowieso meer fitheid, meer productiviteit en eigenlijk gewoon een betere kwaliteit van leven. De preventieve waarde van sport is wat dat betreft ook echt gewoon enorm. En ik gun dat ook echt iedereen. Wat mij daarnaast verrast heeft, is dat ik dit jaar door mijn eigen reddingsbrigade ben voorgedragen als sporter van het jaar 2022. Door vanwege mijn prestaties op het NK en het WK afgelopen jaar. Tot mijn allergrote verrassing ben ik ook nog verkozen tot sporter van het jaar van de gemeente Leidschendam-Voorburg. En ja, dat is dan toch wel heel erg leuk. Waarom werd Raymond voorgedragen als sporter van het jaar? Omdat hij zich op het gebied van de senioren lifesaving geweldig heeft ingespannen en een fantastische resultaat heeft gehaald op diverse internationale kampioenschappen, WK, EK en ook lokaal. En wij zijn trots op leden die zich inspannen voor de lifesaving sport.
En daarbij nog resultaten halen. Wat vind je ervan dat oudere leden van de brigade aan deze sport doen? Het is heel nuttig voor de personen zelf. Ze blijven vitaal en ze zijn een goed voorbeeld voor de jongere leden. Om te laten zien dat lifesaving niet iets is wat ophoudt bij 30. Maar een stimulans is voor een goede gezondheid en een veilige wateromgeving tot hoge leeftijd. Hoe belangrijk is het werk van de reddingsbrigades lokaal? En hoe belangrijk is het dat hiervoor getraind en geoefend wordt? Nou, als je niet traint is het levensgevaarlijk als je mensen probeert uit het water te halen. Dus je moet trainen. Daarom zijn we in het winterseizoen in het zwembad bezig. En het zomerseizoen wordt hier buiten op de plas gezwommen. En daarnaast hebben we EHBO-cursussen, schipperscursussen en allerlei cursussen om te zorgen dat de mensen die daadwerkelijk worden ingezet ook verantwoord kunnen worden ingezet. Hoe vaak train je hiervoor? Ik train 7 dagen in de week. Gemiddeld zo'n 2 à 3 uur per dag. Ik begin elke ochtend vroeg met een half uurtje gewoon wandelen. En dat is echt letterlijk om uit de kreukels te komen. En van de stijfheid van de vorige dag af te komen. Daarna doe ik een uitgebreide warming-up. En dan begin ik aan allerlei flexibiliteitsoefeningen voor alle pijntjes en blessures die ik gehad heb. Om die te onderhouden en een nieuwe te voorkomen. En dan is het de ene dag een specifieke krachttraining van 1,5 uur. En de andere dag een looptraining. En dat wissel ik dan door de week zo af. Brengt deze sport nou nog specifieke blessures met zich mee? Ja, zeker. Ik loop op blote voeten door mulzand op strandjes. Dus daar ligt nog wel eens wat scherps aan schelpen of aan glas of blik. Dus ja, er is wel regelmatig bloed aan de paal. Je valt erin of je duikt erin met de beachflex. Maar dan is het een kwestie van afplakken en weer doorgaan. En ja, als ik zoals bijvoorbeeld ook deze zomer in Spanje train in de hitte, dan is het zand soms zo heet dat als je daar een tijdje op gelopen hebt, dat je gewoon blaren onder je voeten krijgt van de hitte. Dat is geen pretje. Het is wel altijd nog beter dan de wintertenen die ik krijg als ik in de winter op mijn blote voeten in Nederland loop. Dat is nog minder een pretje, dus tegenwoordig doe ik dat maar gewoon met mijn schoenen aan. Wat zijn je verwachtingen eigenlijk voor het EK? Nou, ik denk dat ik een goede kans maak op een gouden medaille op de beachrun. Ook omdat ik daar regerend Nederlands kampioen in ben. Maar je weet het nooit. In deze leeftijdscategorie is de vorm van de dag best bepalend. En ook op deze leeftijd komen er nog steeds nieuwe talenten af en toe meedoen. Die je nog niet kent en die ineens kunnen verrassen. En ja, uiteindelijk is ook gewoon belangrijk. To finish first, you first have to finish. Dus je moet uiteindelijk ook eerst nog maar die finish halen voordat je kan gaan praten over een medaille. Er doen 19 landen mee en zo'n 200 deelnemers. De oudste is de 82-jarige Theresia. Kun je iets vertellen over de geschiedenis en de toekomst van de sport? Ja, we hebben nu grote kampioenschappen die zowel zwembadonderdelen bevatten als de onderdelen op het strand. Zo zijn we dikke 100 jaar geleden ook een keer op de Olympische Spelen al geweest. En het doel is nu eigenlijk ook van de Wereldbond om weer op de Olympische Spelen terecht te komen. Dus daar wordt hard aan gewerkt. In 2032 in Brisbane moet het dan gebeuren dat we er weer bij zijn met een aantal onderdelen op het strand, in het water. Op die Olympische Spelen en dan gaan we deze sport heel erg laten groeien. Op beelden van eerdere evenementen zie ik heel veel lachende gezichten en ouderen. Zijn die ook kerngezond? Nou, kerngezond durf ik niet te zeggen, maar je tekent wel dat je fit bent voordat je aan zo'n toernooi mag deelnemen. De teammanagers zijn ook verantwoordelijk daarvoor. Maar iedereen op deze leeftijd mankeert wel iets. En voor de een is het gewoon een ouderdomskwaaltje of een pijntje en voor de ander is het een wat ernstiger aandoening. Maar het verhindert ze niet om mee te doen.
En dan komt dat deze mensen vooral kijken naar wat er wel kan in plaats van wat je misschien niet meer kan op deze leeftijd. En dat bindt ook vaak veel van de masters in deze sport en in andere sporten. En als je dat doet, dan blijkt er vaak veel meer mogelijk dan je denkt. En daar kan je ook heel veel plezier aan beleven. We hebben het net al genoemd, iedereen heeft wel wat. Maar in jouw geval is het wat meer dan wat. Ja, dat is relatief uiteraard. Maar in de aanloop naar het WK van 2016 werd voor het eerst een vorm van kanker bij mij vastgesteld. Die bleek gelukkig goed te behandelen. Maar je schrikt er wel van zo'n bericht. Na het WK was er sprake van een ernstige variant. Met ook een ingrijpender behandeling. Dat zet je aan het denken. Aan de andere kant, omdat ik zo fit was, kon ik daar ook beter mee omgaan. Ondertussen zijn er nog twee situaties geweest waarin ingegrepen moest worden. Dus ja, je voelt je wel zo langzamerhand veranderen in een Zwitserse gatenkaas. Maar ik kan er 100 mee worden. Hoe ging dat destijds? Je was aan het trainen, maar je moest ook behandeld worden. Vertel. Ja, wat mij erg opviel als je eenmaal in dat circuit terecht kon, is dat de medische zorg heel erg gericht is op wat je eigenlijk niet meer kan of niet meer mag bij een bepaalde behandeling. En dat staat haaks op wat ik eigenlijk wilde qua trainingsprogramma en ambitie. Toen ik thuis aankwam, trof ik eigenlijk in mijn ogen een best wel gezonde jonge man aan, die alleen kermend van de pijn in bed lag. En dat was onze eerste kennismaking. Dus heel veel rugpijn en nog meer rugpijn en daardoor ook gewoon niet meer in staat om nog te kunnen lopen. Als iemand zegt van je kan 2 maanden niet meer trainen, je moet rust houden, terwijl over 3 maanden er een toernooi is, ja, dan dat past niet in mijn systeem. En ik ben erg op zoek gegaan, ook met hulp van mijn eigen huisarts en een paar specialisten, van wat kan er nou eigenlijk nog wel? En dan blijkt er eigenlijk veel meer mogelijk dan algemeen bekend is, of in ieder geval dan algemeen toegepast wordt. En we hebben eigenlijk toen gekeken naar de behandeling van ja, wat kun je en wat wil je? Wil je gewoon stil blijven zitten of wil je gewoon kijken wat de mogelijkheden zijn om toch te bewegen, even te trainen. Dan wel zorgen dat er dus niet te veel spanning op bepaalde littekens komt te staan. Ik noem het maar even als voorbeeld. En dat ging eigenlijk ook best goed. Dus in plaats van wachten tot de hechtingen eruit gingen, heeft Raymond eigenlijk gewoon getraind in die periode. En alleen dan bepaalde oefeningen niet gedaan, heel bewust niet gedaan, om bepaalde lichaamsdelen te ontzien. Dat er niet te veel druk op de huid kwam te staan. En dat ging ook prima. Maar ik denk dat het een heel eenvoudig advies is om patiënten te vertellen dat ze gewoon meer moeten bewegen. Met name op oudere leeftijd, want je ziet vaak dat de spierkracht neemt af naarmate je ouder wordt. Dat is gewoon een gegeven. Dus je moet bewegen om die spierkracht te behouden. En wat je daarmee doet is dat je ook je conditie verbetert, je algehele gezondheid en daarmee ook je mentale gezondheid. Dus het mes snijdt echt aan alle kanten in dit geval. Beweeg meer, dat is heel goed. En die kennis zou ik heel graag veel breder gedeeld zien. Omdat ik soms de hersteltijd enorm kon terugbrengen. Of omdat er alleen echt lokaal iets moest gebeuren, kon ik een heleboel andere dingen wel blijven doen. Ja, als we die kennis met veel meer mensen delen, dan zijn er volgens mij ook heel veel mensen blij te maken met veel kortere behandelingen. En vallen er ook heel veel kosten te besparen. Als er iets gebeurt met mensen hier, er gebeurt iets in het water, iemand raakt geblesseerd, dan springt iedereen gelijk erbovenop van ja, hier moeten we iemand helpen. We zijn eerst lifesavers en daarna zijn we atleten. En hoezeer die uitspraak klopt, blijkt tijdens de opname van een strandtraining van Raymond. Plotseling zie ik hem zijn shirt uittrekken, gebaren en de zee inlopen. Daar blijken 2 jongens in de problemen te zijn gekomen. Ze roepen, terwijl ze een adem happen, om hulp. Ook surfer Oscar Nijst was net op dat moment in het water en samen konden ze de jongens, die nauwelijks konden zwemmen, weer veilig naar het strand brengen. Waarschijnlijk onbewust van het geluk dat ze met deze puur toevallige aanwezigen hebben gehad. Wat doe je eigenlijk voor werk? Nou, sinds afgelopen seizoen tot en met EK ben ik technisch directeur van hockeyclub Cartouche. Hartstikke leuk, ook heel erg dicht op de lokale sport en tussen de sporters. Na het EK ga ik aan de slag als senior onderzoeker bij de Nederlandse Sportraad. En blijf dus ook weer actief binnen de sport. Is het een bewuste keuze om in de sport te werken? Nou, sport loopt eigenlijk wel als een rode draad door mijn hele leven heen. Komt ook in mijn loopbaan af en toe wel weer terug, zoals bij de rensbegaande natuurlijk.
Maar ik heb noodgedwongen op enig moment echt een vak moeten leren. En dat vak dat was veiligheid en crisismanagement. En als ik nu naar de sport kijk vandaag de dag, dan zie je dat veiligheid binnen de sport en rond de sport ook een belangrijk thema is. En in alle eerlijkheid, als je kijkt naar sport en bewegen, dan praten we ook eigenlijk wel over een crisis in het land. Omdat er eigenlijk veel te weinig mensen aan sport en bewegen doen in voldoende mate. Dus ik denk dat ik op deze manier het beste van drie werelden met elkaar kan verenigen in een nieuwe baan binnen de sport. En op die manier ook nog het maximale kan betekenen voor mijn eigen omgeving. Op de dag dat het moet gebeuren voor Remo in België, een foto uit het ziekenhuis. En daarna strompelt hij het strand op in Blankenbergen. Wat is er gebeurd? Ja, dat verzin je niet. Vanochtend lekker fit opgestaan en een stukje buiten gelopen. En ik wil terug in het hotel aan mijn ontbijtje beginnen. Ik buig voorover om wat kwark te pakken. En ik ga gewoon gigantisch door mijn rug. Oude kwaal, waar ik juist voor trainde om dat te voorkomen. En die slaat op de dag van mijn wedstrijden toe. En het is gelijk over en sluiten. Ja, in plaats van misschien op een podium terechtkomen, kwam ik in een rolstoel in het ziekenhuis van Blankenbergen terecht. Daar is een CT-scan gemaakt en er blijken twee tusselwervels eruit geschoten te zijn. En een derde drukt op een zenuw. Dus dat betekent de einde oefening voor alle wedstrijden. Maar ja, dat is sport. Om te winnen moet je eerst finishen en überhaupt starten. En dat zat er dit jaar op dit EK niet in voor mij. Maar Robert Hendricks doet nog wel volop mee om de medailles. En hij wint ze ook weer. Stuk voor stuk echte sportmasters zijn dit. Die op elke leeftijd nieuwe doelen blijven stellen en daar met veel plezier ook vol voor gaan. Niet denkend aan wat ze niet meer kunnen, maar aan wat nog wel. Je kan gewoon heel veel verschillende doen. Je kan sprinten, maar je kan ook lange afstanden doen. Alles ertussenin. Je kan rennen, je kan zwemmen, je kan varen. Alles zit in deze sport, dus er is voor ieder wat wils. En er is altijd wel iets waar je goed in bent. En je doet het ook nog eens met een team. Dus de sfeer is hier altijd heel erg ongedwongen. Nou, de zon schijnt altijd. Het is altijd lekker weer op het strand. Dus dat is altijd genieten. En Remo, die is na zijn herstel alweer begonnen met trainen voor de volgende wedstrijd. Ja, ik ga zeker gewoon door. Ik hoop met mijn verhaal en sportieve prestaties mensen te inspireren een leven lang te gaan of te blijven sporten. Fitheid loont echt op oudere leeftijd, ook als je geen medailles wint. Je wint er in ieder geval een betere kwaliteit van leven mee. Minder kans op allerlei aandoeningen, meer kans op herstel. En ook sneller als je toch wat mankeert. Ja, je hebt meer energie en mogelijkheden om leuke dingen te blijven doen. Waar Raymond dacht dat hij met lege handen achterbleef, kwam na het EK deze verrassing. Voor zijn hulp bij de reddingsactie op het strand van Scheveningen, samen met surfer Oscar Nijst, ontvangt hij een oorkonde en bronzen medaille van de Koninklijke Maatschappij tot het redden van drenkelingen. Geen Europees kampioen, maar dit is toch eigenlijk wel waar al zijn trainingen voor bedoeld zijn. Het redden van mensen. Maar die gouden medaille blijft toch wel door zijn hoofd spoken. En dus is Remo alweer te vinden op het strand. Dat EK waar ik voor trainde, daar heb ik helemaal niets gepresteerd, burgemeester. Op de dag van mijn wedstrijd ging ik notabene 's ochtends bij het ontbijt bij het pakken van een pakje kwark door mijn rug. Dus in plaats van op het podium beland ik in het ziekenhuis van Blankenbergen. Wat een cirkel. Zonder medaille. En uiteindelijk. Daar heb ik al die jaren getraind en al die jaren.
Maar ik ben u dus erg dankbaar dat ik dus achteraf toch nog een medaille gekregen heb voor die prestatie om het hard te werken. En misschien ook veel belang. Daar wou ik het wel even bij laten.